Fortnite heeft natuurlijk verschillende problemen. En één van die problemen zijn hackers. Jawel, hackers in Chapter 2 zijn best wel erg. Het is misschien niet het ergste seizoen qua hackers, maar er zijn er best wel veel weer. En er zijn ook heel veel mensen die daar last van hebben. En in deze video gaan we even kijken naar hackers in Chapter 2. Als je deze video nu al super tof vindt, drop dan zeker weten even die like. Abonneer op de veel gevraagd met het belletje aan. En laten we dan gewoon ook maar meteen gaan beginnen met deze video. Ja, yes, deze eerste video die ik voor jullie heb is ook gelijk een clip van Daekon. Een heel bekende streamer natuurlijk die voornamelijk Fortnite doet. En Daekon die kwam hier een hacker tegen. Dit is best wel insane wat je hier gaat zien. Het lijkt een beetje op een invis hacker. Laten we gewoon maar eens gaan kijken. Alright. Hij is hier gewoon lekker aan het chillen. Gewoon lekker aan het mensen aan het hitten. Er is nog niks aan de hand. Hij heeft nog niks door hier. Maar er gebeurt zometeen wat. Ik heb natuurlijk de clips al gecheckt. Maar dit is echt insane. Moet je let op. Hij gaat hier even looten. Denkt, oh gezellig. En dan... Boom! In één keer dood. Het is echt insane. Het lijkt op Invis Hacks, maar hij gaat zo meteen even kijken in de replay. Ik heb trouwens jeuk aan mijn neus. Sorry daarvoor. Als jullie het irriteren dat ik helemaal aan mijn neus zit. Zo. In ieder geval, hij gaat nu checken wat het nou precies was. Dit is dus hij zelf. Hier gaat hij dus dood. Out of nowhere. Er staat niemand. Ook in de replay niet. Dus het is echt iets heel erg raars. Moet je letten op wie hem killt, hoe dat eruit ziet. Nu gaat hij zoeken natuurlijk. Ja, hij heeft in ieder geval wel door dat hij waarschijnlijk gehackt wordt. Dat hij niemand gekillt. In ieder geval gekillt is door een hacker. Kijk, hij staat dus beneden. En waarom loopt mijn ding nou vast? Oké. Zie je dat? Gewoon out of nowhere. Schiet hij hem dood. Waarom loopt hij hier vast? Vertel. Maar gewoon hier op dit moment schiet hij hem dood. Hoe random is dat? Dat is toch zo random. Je staat hier beneden. Hij staat hier boven. Het is echt heel erg gek. En nu gaat hij natuurlijk weer naar zichzelf kijken. Het is echt heel erg raar. Het zou een glitch kunnen zijn, maar waarschijnlijk is het een hacker die no clip aan heeft staan of zo. Of shooter walls of zo. Zo'n soort hack. Het is in ieder geval zeker. Hier gaat hij straks weer dood. Hier moet je iets doorspoelen natuurlijk. Hier gaat hij dood, let op. 3, 2, 1, boom. Ja, terwijl hij daar beneden staat. Dit is echt een hele harde hacker. Deze gast die Daekon hier pakte, is... het is duidelijk dat hij niet alleen dus waarschijnlijk door muren heen kon schieten, maar waarschijnlijk ook nog eens een soort van aimbot heeft. Want als je kijkt hoe snel hij hier doodgespreid wordt, dat is echt heel snel. Let op. Hij mist bijna niks. Of misschien mist hij wel helemaal niks. Dus ook, ja, dit is de eerste hacker die ik voor jullie heb. Het is echt een hele erg hacker. Laten we doorgaan naar de tweede clip. Ja, en deze clip is ook wel insane. Je ziet hier ook al meteen een boot. En dit gaat over speedhacks. En iemand heeft een speedhacks voor een boot gevonden. Je zult het zo meteen ook zien. En hij heeft één bot. Heel duidelijk. Laten we gewoon maar gaan kijken. Je ziet al hoe snel hij over land kan met een bootje. Ja, dit ziet er misschien nog niet zo snel uit. Maar je zult het straks zien. Ja, zie je, hij gebruikt nu geen boost. Maar het gaat alsnog heel erg snel. Dus hij heeft duidelijk een soort van speedhacks. Hij gaat ook echt een stuk verder dan dat je normaal zou gaan. Met een boot. Maar ja, dat is nog niet eens het ergste wat hij doet. Hij doet nog iets veel ergers. Namelijk, hier ga je erachter komen. Hij spreekt eruit. Hij weet dat er iemand binnen zit. En jawel, hij spreekt hem helemaal kapot. En volgens mij heeft hij ook iets van no reload. Want volgens mij reload hij helemaal niet. Want die moet je nagaan. Hij heeft net iemand gekillt. Hij is minimaal 10 kogels kwijt. En hij ziet hier beneden nog een aantal mensen. Oh, moet je kijken. Hij schiet op mijn ogen, maar hij raakt beneden. Dat is echt insane. Hij raakt meerdere mensen. Hij mist helemaal niks. En hij reload niet. Zie je dat? Dus hij heeft een soort van no reload hack. Die ik nog niet eerder heb gezien in Fortnite. Dus dat is ook voor mij een unicum. Ik heb al meerdere video's gemaakt natuurlijk over hackers. Maar deze dude is toch wel echt heel erg insane. Oh, ook even stoeren met zijn emote. Dat is nog 30 keer zo erg. Eens kijken hoe snel die is met zijn bootje. Hier valt het nog wel mee. Maar op een gegeven moment lijkt hij een soort van speedhacks aan te zetten. Waardoor hij een heel stuk sneller is. Als hij dat eenmaal op dat momentum heeft, dan lijkt het een stuk sneller. Dit. Moet je kijken hoe hard het gaat. Dit is niet normaal. Moet je kijken hoe hard het gaat. Nee, dit is sowieso een speedhack. Dat kan niet anders. Hij gaat net zo hard als dat hij over water zou gaan. Dus ja, daar klopt natuurlijk geen drol van. Deze hacker heeft gewoon drie dingen waarschijnlijk. Speedhacks, no reload hacks en aimbot. En helaas wordt hij niet verbannen in deze clip. Hij gaat dit potje zelfs winnen. Maar ja, dat ga ik jullie toch niet laten zien. Want dat is helemaal niet interessant. Want hackers winnen bijna altijd de game. En dat is juist ook gelijk het stomme. Maar deze hacker is gewoon echt insane. Misschien dat ik nog wel een leuk stukje kan vinden. Van dat hij een paar vette kills maakt. Nee, ik denk het niet. Ja, hier maakt hij nog een paar, denk ik. Even kijken, gaat hij iemand hitten? Volgens mij is hij daar al dood of niet. Gaat hij pakken? Wow, iemand outbuilt hem wel. Dat is op zich wel nice om te zien. Maar ja, hij hoeft dan niet te reloaden, dus hij heeft hem al.
Ja, helaas. En het grappige is, hij zit ook nog eens bij degene die dus hun aspect deed. Daar zat hij in het team. Dus dat is... Nee, zeg ik dat goed? Nee, dat is niet waar trouwens wat ik zeg. Ze zaten niet bij elkaar in het team. Dat is een andere clip die straks gaat laten zien. Moet je kijken hoe hoog die hier gaat. Hoe hoog hij hier vliegt. Het is echt insane. Alright, laten we doorgaan naar de derde clip. Ja, en in deze vierde clip hebben we een... wel dus die hacker die dus in het team zit van hun. En dat op zich... Deze is ook wel heel erg hoor. Dat is een aimbot hacker. Laten we gewoon maar meteen gaan kijken. Dit is trouwens de laatste kill. Dit is degene waarvan het YouTube kanaal is. Dit is een Frans YouTube kanaal. En hij wordt hier even doodgegooid. Dat wilde ik even laten zien. Dat is op zich wel grappig. Maar in ieder geval, dit is een hacker teammate. Ik heb geen idee of het een random is of een vriend van hem. Maar deze gast, jongen. Oh, maar ga nou niet emoten. Dat moet je echt niet doen. En hij is nog noob ook, want dan gaat hij tegen de stroming in. Het is echt insane. Dit kan echt niet. Alright, hier gaat hij bouwen omhoog. Hij heeft 6 kills. Dat valt op zich wel mee. Maar hij hoeft hij alleen maar een paar keer te sprayen en hij heeft waarschijnlijk heel veel kills. Je ziet het al. Hij heeft een famas en mist geen kogel. Hij raakt alle kogels op het hoofd. Ja, en dansen. Dansen nou niet. Dat is zo... Oh my god, dat maakt het zo 10 keer zo erg. Hij heeft een nieuwe AR, dat is altijd leuk. Nou ja, waarschijnlijk maakt het nog niet veel uit wat voor AR die heeft. Ook al heeft hij een handpistol, dat wint hij nog, denk ik. Aangezien hacks gewoon OP zijn, wat natuurlijk logisch. Hij heeft zelfs een sniper opgepakt, wat ik ook een beetje onlogisch vind. Want ja, waarom zou je een sniper hebben als je toch iedere kogel vanaf dat raak schiet? Nou, het zal ook wel aan mij liggen. Hij heeft inmiddels 9 kills. Het gaat heel erg lekker met deze dude. Volgens mij gaat hij ook met ziek veel kills deze game winnen. We gaan het straks even checken. Oh my god. Hij pakt zijn sniper en raakte gelijk een headshot, een no-scope. Ja, dat is natuurlijk niet legit. En iedereen dat wat doorhoudt, weer een no-scope. Ja hoor, dat is zo... Ja, natuurlijk is dat heel erg skilled. Dat was sowieso geen hacks. Oké, laten we eens kijken hoe die uiteindelijk die eindigt. Hij heeft die 21 kills. Laten we iets doorspoelen. Heeft hij nog maar 1 iemand te killen? Hij ziet hem daar en jawel, hij pakt hem meteen. Het is gelijk afgelopen. Dus ja, dit is wel een zieke hacker. Laten we maar gewoon doorgaan naar de vierde clip. Want ja, ik ben hier wel over uitgesproken over deze dude. Ja, en deze vierde clip is ook wel weer een echte insane clip. Dit is een beetje een ander perspectief. Dit is vanaf het perspectief van een hacker zelf. Dus hoe hij het scherm zelf ziet. En zo krijg je een beetje een idee van hoe dat eruit ziet. Ik moet wel hier en daar waarschijnlijk wat dingen blurren. Aangezien ik niet wil dat jullie straks ook gaan hacken. En ik wil het in ieder geval niet promoten. Maar het is wel echt heel zielig als je hackt. Laten we even heel eerlijk zijn. Laten we maar gaan kijken naar deze dude. Ik heb de muziek in het geluid wel even uitgezet. Want er staat copyrighted muziek onder. En ik wil niet geclaimd worden. Dus dat is de reden. En deze dude. Oh, hij is er ook gewoon trots op. Maakt echt een hele montage van hoe hij mensen killt. Met zijn pistol. Met zijn sniper. Met zijn shotgun. Ja, maar dit is toch zielig. Je ziet hier heel duidelijk aimbot. En je ziet wallhacks. Of ESP noem je dit volgens mij. Je ziet no recoil, je ziet no reload. Het is echt een grote hackpack, zo zou je het kunnen noemen. En het werkt gewoon in chapter 2. Dus dat is wel echt heel erg zonde dat er in ieder geval... Ja, hacks tegengaan is sowieso heel erg lastig hoor. Dan moet ik toch heel eerlijker zijn. Hackers zijn heel moeilijk. Nou, te bannen is misschien wat anders. Maar om die hacks tegen te gaan zelf, dat is gewoon super lastig. Nou, dat was clip nummer 4. En nu zijn we bij clip nummer 5 aangekomen. En dit is eigenlijk... ja, dat zou ook een glitch kunnen zijn. Maar ik zie het toch een beetje als een soort van een hack. Want er worden toch abused. Dus laten we maar gewoon gaan kijken. Reageer maar hieronder wat jullie denken of het is. Of het een hacker is of een glitch. Ik vind het wel grappig om eventjes te weten wat jullie hierover denken. Deze dude is hier gewoon lekker aan het farmen. Heeft niet zoveel door. Hoort volgens mij wel iemand. Gaat daarom eventjes hiden hier met zijn wapen. Maar vervolgens gebeurt er dit. Jawel, hij wordt er gewoon gekilled. Door IMX Goat of zo. En dan gaat hij kijken vanaf zijn perspectief hoe dat eruit zag. Dit is IMX The Goat. En dat is al een beetje een hackernaam, moet ik heel eerlijk zijn. Als je IMX The Goat noemt, dan is dat vaak al zo'n naam van... Ja, geloof je het zelf? En dit is wel echt een heel erg rare kill, hoor. Net alsof hij het erom doet, maar hij probeert ook door die muur heen te lopen. Dus ik weet het niet. Ik vind het een beetje een heel erg apart verhaal. Hele aparte situatie. Maar ik ben wel bang dat hij hackt. Nou, dat waren alle clips die ik voor jullie had. Ik wil het nog wel even hebben over de soorten hacks. Ik vond het wel even leuk om dat even aan vast te knopen. Want wat voor hacks heb ik nou de afgelopen jaren gezien in Fortnite? Nou, speed hacks heb ik gezien. Dat zijn dat je snel kan bewegen. Fly hacks heb ik gezien. Ik heb invis hacks gezien. Die zie je steeds vaker trouwens. Aimbot en wall hack. Die heb ik gezien. No reload, no spread. En er zullen vast wel veel meer andere hacks zijn. Maar dat zijn de hacks die ik heb gezien. En ja, ik maak me toch wel een beetje zorgen. Want er zijn steeds meer nieuwe soorten hacks. Bijvoorbeeld die no reload hack. Die had ik nog niet eerder gezien. Tenminste, nog niet eerder is me opgevallen dat die er was. Dus ze worden steeds slimmer, die hackmakers. En ik ben bang dat als het zo doorgaat, dat we over een aantal seizoenen echt een nog groter probleem hebben.
als Epic Games hier niet wat aan doet. Maar ik weet dat ze wel actief mee bezig zijn. Maar ik vind toch dat ze er toch misschien wel iets meer focus op moeten leggen. Want als je dit ziet en je komt er iemand tegen, dan is je game toch meteen verneukt. En dat wil niemand. Dames en heren, dit was het einde van deze video. Ik hoop dat je deze video super tof vond. Als je het vond, drop even die like. Abonneer op de video, vraag met het belletje. Klik ook even op de video's hieronder. En ik zou zeggen tot de volgende keer. En peace out. Doei!